Rijken, empires. Macht en ruimte zijn al heel lang met elkaar gekoppeld. Dit kaartje suggereert een beeld te geven van de politieke macht van Alexander de Grote. Die was al heel lang geleden was dat een belangrijk man. Had legers verzameld in Macedonië. Zo'n beetje tussen Griekenland en wat nu Noord-Macedonië is. En die heeft in de loop van enige tijd een wereldrijk bij elkaar gesprokkeld. En deze afbeelding suggereert wat dat rijk is. Hè. Dit is waar Meijer het in zijn hoofdstuk 1 over heeft. Dit kaartje is dan denk ik een leuk voorbeeld om aan te geven waar hij het over heeft. Hè. Dus ik geef geen samenvatting van het hoofdstuk, maar dit is even wat meer illustraties en het is geografisch duidelijk. Hè. Dus aan de ene kant is er een ruimte die door Alexander de Grote in beslag is genomen, is veroverd. Hè. Aan de andere kant is het een heel andersoortige ruimte dan die van een huidige territoriale staat. Hè. Je ziet wel aan die pijltjes, hij is overal doorheen getrokken en heeft daar allerlei zetmannen neergezet en heeft dat nooit echt goed kunnen controleren. En als ze weer weg was, dan verbrokkelde dat en het was niet duidelijk geïntegreerd. Hè. Dat soort rijken heb je heel lang gehad en Meijer richt zich dan, hè, Alexander de Grote is iets van 3000 jaar geleden, maar tot in de 17e eeuw had je nog dat soort rijken. Een voorbeeld daarvan bijvoorbeeld is dat, deze kaartjes geven daar twee voorbeelden van, links het Ottomaanse Rijk en rechts het Habsburgse Rijk. En dat suggereert mooi wat problemen daarmee betrokken zijn, wat aspecten van de ruimtelijkheid. Hè. Op het kaartje links zie je het Ottomaanse Rijk met verschillende fases van uitbreiding. Maar die verschillende deelgebieden die hadden ook eigenlijk allemaal hun eigen bestuur. Vaak was het zo dat als de Ottomanen kwamen, dat veroverden ze het. Dan oefenden ze druk uit en dan lokale machthebbers. Die werden dan gemotiveerd, die gingen dan heel spontaan over. Werden ze onderdeel van het Ottomaanse Rijk, maar ze hielden allerlei privileges. Hè? Dus het bestuur was heel erg verschillend. Nou, de Habsburgers hebben dat in de 15e, 16e, 17e eeuw ook geprobeerd in Europa. En dat kaartje rechts zie je hun maximale territoriale greep. Er zitten dus heel veel gaten tussen. Frankrijk lag vooral in de weg en was ook heel veel verschillende regels. De pogingen van Habsburgers om dat een beetje te centraliseren door bijvoorbeeld belasting te verhogen in het rijkste gedeelte. Hè? De Nederlanden, dat leidt dat door opstanden. Nou, dat is dus een mooi voorbeeld dat zo'n rijk dat niet geïntegreerd is en dat dat heel erg verschillende zijn. Aan de ene kant moet je dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant van het verhaal, hè, wat je ook op deze slide ziet, is dat een rijk heel, ja, die wereldrijken, die waren toch tot in de 17e eeuw en eigenlijk nog wel later. Hè. Het Ottomaanse Rijk is pas in de Eerste Wereldoorlog uiteengevallen en soortgelijk eigenlijk met het Russische Rijk. Maar dat toch, om die dynamiek te begrijpen van zo'n rijk, dat het een heel erg een expansief iets is. Hè. Het moet groeien, het moet aan de randen steeds nieuwe terrein erbij krijgen, maar die randen die blijven onzeker en die controleerders dijt dat steeds verder uit. En omdat het steeds verder uitdijt, wordt het steeds moeilijker om dat hele territorium te controleren en krijg je allerlei gaten erin. Dus de grens van een rijk is dus heel anders dan de grens van de territoriale staat. Hè. In Nederland weet je precies waar Nederland ophoudt. Nou, bij zo'n rijk, bij die wereldrijken, was dat niet het geval. Was dat een overgangszone. Wat Meijer ook benadrukt, hè, de territoriale staat wordt meestal vanuit één centrale plaats opgebouwd. Hè, Frankrijk vanuit Parijs, Groot-Brittannië vanuit Londen. Hè, dat is eigenlijk de kern waar daarna die koningen het gebied uitbreiden. Is het vaak zo dat die rijken dat die vaak van buiten gecreëerd werden, van buiten veroverd worden. Het Ottomaanse Rijk, hè, het gedeelte wat er nu over is gebleven, Turkije, dat was eigenlijk, begon dat met veroveringen uit Turkmenistan, van de Turkmenen. Dat was een steppenvolk
wat dan dat gebied wat uiteindelijk het Ottomaanse Rijk is, heeft overgenomen. Nou, de Ottomanen niet het enige voorbeeld. Een nog interessanter voorbeeld is dat van China. China is in zijn verleden een aantal keren door Mongolen, Mongoolse hordes, Mongoolse steppenvolken, is China veroverd. En ja, die kwamen van buiten, die kwamen van het noorden en gingen dan langs de Chinese muren of over de Chinese muren. Dat is ook de reden waarom dat ze de Chinezen daar een muur bouwden, om die steppenvolk een beetje buiten te krijgen. Maar dat Chinese Rijk, dat waren heel vaak dynastieën van volkeren die van buiten kwamen en die dat Rijk hebben veroverd. Dus die grenzen, de dynamiek van buiten en het controleren van die frontier is dus heel belangrijk voor verschillende empire. Er waren dus allerlei enclaves binnen. En dat is eigenlijk een onderdeel van de problematiek van empires. Hè. Ze bestaan niet meer, waarschijnlijk. We kunnen nog over discussiëren in hoeverre de Europese Unie kenmerken van een empire heeft. Maar het zijn dus hele dynamische relaties tussen politieke macht en ruimte die steeds uitbreiden. En dat, ja, die frontier, die moet, daar is de dynamiek en die moet je beschermen. Hè. Van buiten kunnen er allerlei aanvallers komen die je rijk overnemen. Aan de andere kant, voor buiten binnen, aan de kant van binnen en buiten, zijn frontjes ook wel belangrijk voor de interne politiek. Hè. Als je een groep hebt die lastig gaat doen, die ook dingen wil hebben, dan kan je ze naar de grens sturen om nieuwe gebieden te veroveren, hè, om het uit te breiden. Dus dat is dus heel anders dan de territoriale grens van de territoriale staat waar we het later over zullen hebben. En intern is dus heel veel diversiteit en fragmentatie. Die gebieden worden veroverd, maar die groepen die worden ja, eigenlijk met speciale regelingen worden die ertoe verleid om loyaliteit aan de keizer te zweren. En dat zorgt voor allerlei verschillende regelingen, groepen, dat zorgt voor allerlei wrijving. En er zijn ook allerlei vergeten mazen, hè, de bepaalde delen die onbelangrijk zijn. Hè. Het meest duidelijke voorbeeld is het eerste plaatje van Alexander de Grote, waar hij niet is geweest. Dat was wel eigenlijk wel ergens onder zijn controle, maar dat is toch anders. Hè. Er is heel veel diversiteit en fragmentatie binnen het territorium. Nou, Meijer werkt dat wat verder uit in zijn hoofdstuk. Dit even als een geografisch perspectief op zijn verhaal.